Welkom op de eerste SOWO Olympiade. Wil jullie zich even voorstellen? Ik ben Koen Leijsen, ik ben de begeleidende leerkracht van dit groepje leerlingen. We zijn van de provinciale secundaire school in Diepenbeek. En we hebben dus voor de eerste maal deelgenomen aan de Olympiade. Ja, ik ben Dimitri Bekkers, ik studeer in de PSSD. Ja, dit zijn natuurlijk mijn groepsleden en we zitten op humane wetenschappen. Ik ben Sophie Timester en ik zit ook in zes humane. En op de provinciale ook. Ik ben Bieke Moltaar en ik zit net als een op zes humane wetenschappen en op de provinciale school in Diepenbeek. Voor welke domein hebben jullie zich ingeschreven? Wij zitten bij de categorie economie. En jullie even jullie projecten even kort voorstellen? Ons project? Wij hebben het over welke invloed werkstress heeft op het privéleven bij leidinggevenden. Wilt u dat misschien even toelichten, heel kort? Ja, tegenwoordig is het zo dat stress heel vaak een groot probleem vormt in de maatschappij. En daarom dat wij dat dus hebben onderzocht samen met hebben wij dat onderzocht. En wat moet ik nog zeggen? Was het meer een onderzoek of was het een probleem en een oplossing dat jullie hadden? Het was dus een literatuurstudie die we gecombineerd hebben met een enquête. En we hebben eigenlijk alleen de oorzaken besproken, omdat dat bij onze afbakening hoorde. En die hebben we dan geformuleerd in een werk. En dat hebben we nu hier mogen voorstellen aan de jury. Misschien voor de begeleider. Hoe hebben jullie kennis genomen van de SOWO? En hoe zijn jullie in contact gekomen? Ik heb dus een poster eigenlijk toegestuurd gekregen van de organisatie zelf. En de directeur heeft het dan doorgegeven aan mij, omdat ik eigenlijk hun eindwerk heb begeleid. Ze zijn de laatstejaarsstudenten en ze moesten dus al een werkje maken. En ik dacht van, dat is eigenlijk de ideale kans, zodat zij eigenlijk toch waar voor hun geld of hun werk kunnen krijgen. En bij deze zijn we eigenlijk ingeschreven geraakt. Wat vonden jullie van de organisatie tot nu toe? Ja, de organisatie was wel goed. Ja. Ja, ik vond het ook allemaal goed. Je kreeg mails waar je op de hoogte werd gesteld. Je kon bellen voor informatie, dus dat was wel allemaal heel fijn. Ja, ik vond het ook heel goed. Het is allemaal vlot verlopen en zo. Dus ja. En wat zijn jullie ambities voor de slotshow voor vanavond? Ik zal één per één de rij afgaan. Ja, natuurlijk hopen we wel op de eerste plaats. Hè. Dus ik denk dat elk groepje dat wel doet. Ja, natuurlijk. Ja. Zoals hij al zei, de eerste plaats zou heel fijn zijn, maar... Ik zou ook tevreden zijn met een tweede of derde plaats. We hebben het toch al tot hier kunnen schoppen. Dus uit zo'n hele inschrijvingslijst, dat is toch wel ver om erbij te geraken. Ja, de eerste plaats is altijd mooi meegenomen natuurlijk. Maar zoals zij al zei, we hebben het al tot hier kunnen schoppen. We zitten al bij de preselectie dus. En wat vindt u ervan? Zijn ze geslaagd? Zij moeten ook hun werk nog presenteren voor een examen eigenlijk. Dus dat is ook nog een jury. Daar zullen ze dat ook moeten verdedigen. Tot nu toe hebben ze het heel goed gedaan. Dus als ze hetzelfde prestatie leveren, dan denk ik niet dat er problemen zijn voor het afstuderen. Yes. Bedankt voor uw deelname. Okay. Bedankt.